Goedemorgen, live van Op de Bouw in München. Groeten naar België, het moederland. Mam, pap, ik hou van jullie. Wij wachten nog momenteel op onze partner Dirk Sijsens van Glasgroep Sijsens Heus de Zolder, die spijtig genoeg in het verkeer opgehouden worden. Desalniettemin heet ik jullie allemaal van harte welkom op onze stand, Bouw München, waar wij als Kelder Minimal Windows onze bestaande systemen en onze nieuwe serie graag voorstellen. Komt u binnen. Volledig nieuw ontwikkelde Pivo als design deur, waarbij LED's geïntegreerd zijn, gebaseerd op onze Minimal Windows 4+ profielen, in dit geval met een verzekerde afsluiting aan de hand van magneetafsluiters. Zoals jullie zien is het bij ons enorm druk de afgelopen dagen, groot succes. We kunnen vervolgen met onze Minimal Windows 4+ schuifelementen, in dit geval 4 meter hoog met geïntegreerde LED-strips in de bodem en in het plafond ingewerkt, zorgt voor leuke accenten. Daarvoor staat een guardline, een bescherming indien we installaties hebben op verdiepingen. Veiligheid is bij ons ook een van de heel belangrijke dingen die we doen. We kunnen doorlopen en onze bestaande Pivo als glasdeuroplossing die uw toegang verschaft tot tuin of waar dan ook. In dit geval ook weer 4 meter hoog met drievoudig glas geïntegreerd, een gewicht van een 450 kilogram. En dan krijgen we eigenlijk wat we de laatste jaren hebben ontwikkeld en verder hebben ontwikkeld, iedere keer terug in het teken van de hoogste kwaliteit. En dat is dan eigenlijk het volledige wat wij noemen Next Generation Slider systeem, waarbij we ervoor gezorgd hebben dat er nog minder aluminium zichtbaar is. In dit geval zelfs geen aluminium profielen meer zichtbaar zijn. U krijgt met andere woorden een oplossing die in de vloer is ingebouwd, in de wand ingebouwd wordt en in het plafond ingebouwd wordt, waarbij we eigenlijk 99% transparantie kunnen garanderen. Deze kunnen we volledig in de wand integreren, waarvoor we natuurlijk een oplossing hebben gevonden, in die zin dat deze volledig in de wand verdwijnen, dus u ziet hier niks. Wat ook wil zeggen dat we ons normaal sluitmechanisme niet kunnen inbouwen, vandaar het open of close systeem. Druk op de knop, schuifraam komt tot 10 centimeter uit het profiel, waarna we die manueel verder kunnen laten lopen. Hetzelfde verhaal voor het sluiten, met een extra veiligheid daarin verwerkt om ongevallen te vermijden. Men moet op de knop blijven drukken totdat de vleugel volledig gesloten is. Dit dus als NJS S4, waarbij we tot 44 mm glas kunnen verwerken. Er is de NJS S5, daar gaan we tot 54 mm. NJS S6 tot 64 mm en NJS S7 tot 74 mm om te voldoen aan de allerhoogste eisen wat thermische waarden betreft. Ook nieuw in het systeem ondertussen is dat we een oplossing gevonden hebben om vliegenramen, zoals wij die in Vlaanderen en onze noorderburen ze noemen, in te bouwen. In dit geval 4 meter hoog. Uittrekbaar, volledig verwerkt in het profiel. Verdwijnt mooi in de vleugel. En dezelfde oplossing. Een verdere ontwikkeling is dat we onze motorisaties die we doen met onze vrienden van AB Matic uit België geoptimaliseerd hebben. In dit geval topsliders, dus bovenop het frame gemonteerd. In een telescoop, wat wil zeggen dat eigenlijk beide sliders automated, beide schuiframen simultaan bewegen, zowel bij het sluiten en ook hier volledig in de wand verdwijnen. Dus u heeft hier weer een onbeperkt zicht naar buiten, in dit geval zelfs met glas tot volledig beneden, wat we stepped glass noemen. Geen aluminium profielen zichtbaar. En bij het openen een heel beperkt spoor dat zichtbaar is, wat velen van onze architecten als hidden track
of Freeway, het systeem dat wij in 2016 op de markt hebben gebracht, dat nu nog optisch en esthetisch mooier geworden is. In dit geval schuiframen 4 meter hoog, in dit systeem gaan we tot 6 meter hoogte. En dan zijn er vele verdere ontwikkelingen in de afwerking van onze profielen. Afwerking die vanaf nu bestaan in... Die nu bestaan uit verschillende andere afwerkingen op onze hendels. Dat gaat van de standaarduitvoering over koper, korteenstaal, zodanig weggewerkt dat het mechanisme zichtbaar is en een rechthoekige oplossing. Hetzelfde trekken we dan door in onze verhakingsprofielen, in dit geval met granodaal, korteenstiel, bekleding, hout als oplossing, 100% echt hout fineer. LED zoals in het begin al aangehaald en glaswaarden als verklering. Ook nieuw is dat we een systeem hebben ontwikkeld waarbij de volledige handgreep in het profiel verdwijnt. Druk op de knop, hendel komt vrij, open positie en gesloten, mooi verwerkt. Ook beschikbaar met een sleutel. Een verdere technische oplossing is iets waar we zelf zeer trots op zijn. Bimetal effect, wat eigenlijk inhoudt dat omwille van warmte of koude profielen krimpen of uitzetten, waarbij dat op het verhakingsprofiel bij grotere hoogtes spanningen optreden, die erin kunnen resulteren dat een raam gaat buigen. De oplossing die Keller heeft ontwikkeld staat toe dat het profiel aan de buitenkant zich kan bewegen, onafhankelijk van het profiel aan de binnenkant, waarbij de sterkte in het profiel gegarandeerd is. Verdere oplossingen zijn in het volledige systeem dat we nu in plaats van 2 sliding rails en 2 rollen. Welkom Dirk, Geert, ik laat een microfoon bezorgen. En dan kunnen we verder. De heren zaten volgens mij vast in het mooie Duitse verkeer. Er komt een microfoon normaal gesproken. Heren, goedemorgen. Eer van jullie baren. Blij dat jullie er uiteindelijk zijn geraakt. We hebben net al de nieuwe Pivo inkomdeur bekeken. De bestaande schuifsystemen. Kort uitleg verschaft over wat NGS is. S4 tot S7. Uitgelegd dat we daar een soft open close. Nog collega's van Groep Sasus. Goedemorgen. Goedemorgen. Komt erbij. Jullie mogen hier binnen. Deel van uitleg is reeds gegeven geweest over alle mogelijke nieuwe afwerkingen. Het systeem op zich, 1 rij, 1 roller. Rij in de isolator weggewerkt. En waarbij we met de isolator, de breedte van de isolator bepaalt de dikte van het glas die kan gebruikt worden. Profielen op zich blijven dezelfde iedere keer. Eerste reactie over onze stand en het aantal bezoekers. We zijn populair onderweg, dus ik hoop dat jullie onder de indruk zijn. Ja, zeer mooi. We waren gisteren eigenlijk ook al een beetje hier. Dus wij hebben de nieuwe systemen eigenlijk al heel mooi kunnen zien. En ik moet zeggen, ik ben eigenlijk toch wel onder de indruk over de nieuwe mogelijkheden. En zeker het nieuwe profiel wat we eigenlijk hier mogen in primeur eigenlijk zien. Dank. Ik heb jullie, want daar zijn jullie belangrijk in als glasspecialisten. We hebben voordien al getoond dat we nu tot 99% transparantie kunnen aanbieden. Doordat men geen profielen meer ziet. En het verhaal met stepped glass, waar we dus in dit geval, hier staat een, sorry Dirk, glas tot beneden verwerken. Jullie als glasspecialisten, een reactie? Ja, dat klopt. Het is inderdaad zo dat voor ons zeer belangrijk is dat glas op een mooie manier wordt gepresenteerd. En ik denk dat we met het nieuwe systeem van Keller eigenlijk op geen andere of een mooier manier eigenlijk de slankheid van de profielen eigenlijk kunnen tonen. Hè. Dank u. Nu nog graag jullie reactie. De dingen die vele mensen in onze profielen en systemen niet zien, die het eigenlijk allemaal zo ongelooflijk goed maken in kwaliteit. Het element dat wij gebruiken voor de Pivo. Voilà, Dirk, wat is uw reactie?
Nee, hier kun je natuurlijk zien de kwaliteit van de onderdelen. Als je ziet hoe het eigenlijk uit, als alleen het gewicht al voelt, uit welk materiaal dat gefreesd is naar duurzaamheid toe. Want zoals jullie weten, we zien er natuurlijk veel verschillende systemen. Maar natuurlijk, kwaliteit is nog een ander item. Kwaliteit zit dit dikwijls ook wel verborgen in de onderdelen. En dan is het niet evident om op eerste blik een vergelijk te maken. Maar dan zie je toch wel met de onderdelen die we hier allemaal aantreffen, dat het toch wel een groot verschil is naar andere systemen toe. Waarvoor onze denk in. Geïnteresseerden, dit zijn natuurlijk woorden en complimenten van een van onze langjarige partners. Een bedrijf dat sinds jaren weet wat ze doen in een tweede generatie. Net zoals voor SAS, ook voor ons. Wij denken aan de volgende generatie, doen ons best om energiezuiniger te produceren, CO2 te beperken. Vandaar ook de naam Next Generation Sliders, vandaag voor de toekomst. Wij gaan hier nog wat rondlopen, een aantal dingen bespreken. Moesten jullie nog iets willen zeggen aan jullie toeschouwers, bij deze graag. En anders zien we elkaar zo meteen voor een tas koffie. Prima. Nee. Met deze. Dank u.